Aandacht, aandacht, aandacht is te koop. Aandacht! Ja, natuurlijk. Koop aandacht. Op Radio Bergijk Reclame. Aandacht gevraagd. Aandacht voor je product, aandacht voor je bedrijf, aandacht voor jezelf misschien. Aandacht. Op reclame. Radio Bergijk. Radio Bergijk Reclame. Aandacht! In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. En dan nu. Niets meer of minder dan Radio Bergijk. Vanuit de enige horeca-toplocatie in Bergijk. Grand Café Beeks. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Ga nou eens eerst rustig zitten, Peer. Ja, dan kan ik mijn werk toch niet meer doen. Nee, maar ga nou rustig... Ik doe dat nu, godverdomme, bijna 7 jaar. Het is gewoon prodeo-werk. En dan gaan ze op deze manier... Maar dat soort ga nou alle... eerst rustig zitten, want we hebben uitzending. Oké, goed. Ja. Nou, het is, natuurlijk is het vervelend. Dat weet ik ook wel. En ik ben er zelf ook niet blij mee. Maar het is gewoon niet waar. Het is gewoon een hetze. Het is gewoon niet waar. Ja, dat weten we niet. Want moeten we moeten afwachten wat voor de wetenschap daarover zegt. Maar intussen wil ik niet dat jij nou volkomen overstuur hier zit. En de aandacht aftrekt van de onderwerpen die we hebben. En dan moet ik het nou weer gaan uitleggen. Want ik zie dat het tijdje het al had aangezet. Dames en heren. Nee. Het is geen gemeente bericht. En het is gewoon ook helemaal niet waar. Dus... Nou, oké, dan moeten we het mensen uitleggen. Daar gaan we. Peres van Eersel is opgewonden. Want wat heeft de gemeente beweerd en tegen ons gezegd? Dat Peer niet meer met zijn zender op reportage mag. Omdat mensen daar knettergek van worden. De straling en de ellende. En nee, je gaat hem nou niet aanzetten. Nee, wacht, ik ga het gewoon bewijzen. Hier, kijk, hier staat hij gewoon naast me op de grond. Ik zal hem nu aanzetten, kijk, zo. Nou. En wat zegt de gemeente? Dat als ik niet in de buurt ben met mijn zender... heeft maar 16% van de Bergrijk naar hoofdpijn of migraine. Maar als ik met mijn zender in de buurt kom, dan is dat opeens 50%. Ja. Als ik niet in de buurt ben met mijn zender... heeft maar 21% van de Bergrijk naar slaapstoornissen. Kom ik eraan met mijn zender, is het opeens... 58% van de Bergeikenaar heeft slaapstoornissen. Ja. Nou, dat zijn toch gewoon maar met... Ik voel een irritatie opkomen. Ik weet niet wat het is. Het is toch natte vingerwerk? Ik bedoel, de straling, dat kan je toch helemaal niet... Dat kan toch niet irritatie. Zien? Dat kan je toch niet zien? Hoe kan het nou aan die zender liggen? Ja, nou... Ik moet mijn werk toch kunnen doen voor Radio Bergijk? Ja. Ik word er gek van. Ja. Geef mij een kopstoot. Nee. Ik moet hier sjuipen. Ja. Hier. Nou, goed, ze hebben Nee. Jij hebt nou toch ook nergens last van? Nee, zet hem uit. Jij hebt nou toch nergens last van? Oh, nee. Nee. Heb ik nergens last van? Tuurlijk niet. Ik heb nu een slaapstoornis met irritatieverschijnselen. Goed, ik zet hem nu uit. Ja, Ik zet hem uit. Goed. Goh, dat scheelt. De gemeente onderzoekt nog eventjes of het aan de zender ligt... of aan de heer van Eersel zelf. Dat die uitslag wachten wat we dan... Wat suggereer jij daarmee? Ik niet. Wat suggereer jij? Hey, doe je even heel rustig, want we gaan gewoon een uitzending wat maken. Wat krijgen we nou, zeg? Je beste kennis ga je opeens beschuldigen van het aandoen nee, dat slaapstoornis. Nee, ik zeg dat de gemeente... Goed, oké, okay, we doen de uitzending. Ik ben al rustig. Irritatie! Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Dan kunt u nu luisteren naar het Radio Bergijk indringend interview. Ja, goeiedag. Hier bij mij aan tafel is T. Merks. Ja. T. Merks, u heeft een nogal bijzonder beroep. Ja. Nou ja, je komt er niet elke dag één tegen, zal ik maar zeggen. Nee. Je hoopt het althans niet. Nee. Maar ja, dat is even een grapje om het ijs te breken. Ja. Ik zal het maar even ronduit zeggen. Er staat op uw kaartje ook, u bent huurmoordenaar. Ja. Dat klopt. Ja. Dat wil zeggen, ik kan u inhuren, ik kan u betalen om voor mij iemand, zoals u dat zelf zegt, te mollen. Ja. Kapot te maken. Ja. Af te slachten. Ja, en hoe
hoe ziet een dag eruit van een huurmoordenaar? Kijk, de meeste mensen denken aan de wereld van de huurmoordenarij natuurlijk in eerste instantie aan de gletter en de glimmer. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein gedeelte van de zaak. Het is vaak wachten. Wachten op? Het slachtoffer. Ach, ja, ja. Ja, ja, dat is. Kijk, je kunt niet iemand opbellen en zeggen: komt u om sowieso, laat even langs dat ik u af kan slachten. Dus je moet, zeg maar, eerst uitzoeken wat iemands levenspatroon is. Zijn gangen aangaan? Juist. En dan ga je op bepaalde plekken wachten. En ja, dan is het hopen dat het slachtoffer ook binnen niet al te lang langskomt. Want anders ja, dan ga je toch een beetje ja, tobben. Over heb ik wel de juiste methode bedacht om het desbetreffende slachtoffer te mollen, zoals u het zegt. Ja, want is het nou zo dat daar veel voorbereiding bij komt kijken, of is het meer een spontaan gebeuren? Nou, kijk, je thuis bedenk je altijd iets, maar als je eenmaal ter plekke bent, dan zijn de omstandigheden toch heel anders. Dus dan ga je wikken en wegen. En je gaat diverse alternatieven op een rijtje zetten. Zal ik het met een inhoud doen? Of zal ik eerst van heel hoog iets op het slachtoffer laten vallen? Een blok beton of iets dergelijks? Of zal ik het desbetreffende broodmes toch gebruiken? Of het dubbelloops jachtgeweer? Nou ja, dan sta je dus op zo'n plek te wachten. En dan gaat er van alles door je kop heen eigenlijk. Ja, is dat voel je dan dus de spanning stijgen? Of? Nee. Nee, eigenlijk is het gewoon klassiek wachten. Wachten, ja. Ja. En is het dan dat wikken en dat wegen misschien ook dan soms met wat twijfel gepaard gaat? Ja, aangaande de methode. Maar daar ligt natuurlijk ook een portie creativiteit in dat wikken en wegen. Ach, en leidt dat wikken en wegen er wel eens toe dat je dan toch op het laatste moment denkt, nee, ik ga het anders doen? Ja, dat is wel eens een keer voorgekomen. En dan krap je even op je hoofd. En dan denk je, ja. En dan sta je zo eens in het rond. Maar soms kom je dan opeens op een lumineus idee. Ook mede door de omgeving natuurlijk. Je kunt de omgeving gebruiken. Maar moet je dan als humor nou niet zorgen dat je ook wat onopvallend in de ruimte beweegt? Nou ja, kijk, hoe eenvoudiger je er staat, hoe onopvallender het is. Kijk, als je gaat verstoppen ergens, ja, dan denken ze, wat zit die man daar verstopt in de struik? Dat zal wel een huurmoordenaar zijn. Terwijl als je gewoon een beetje staat en een beetje kijkt en... Dat is dus eigenlijk de ultieme verstoppen. Juist. Je niet verstoppen. Je niet verstoppen is absoluut de beste camouflage. Ach, ja, ja. In de wereld van de huurmoordenarij. Ja, en is het dan zo dat als je nou zo staat te wachten, dat het slachtoffer je wel eens verrast, dat hij opeens ergens... Dat is me wel eens overkomen, ja. Toen stond hij opeens vlak achter mij. Ach. Met een broodmes. Ach. Want hij was ingehuurd. Hij was van zichzelf ook huurmoordenaar. Juist. En dat wist ik niet. Ach, en geldt dan het recht van de eerste? Ja. Wie eerst komt, wie eerst maalt? Ja, want ik stond er al. Ach. Dus dan sta je tegenover elkaar en dan zeg je, hey. Dat is maar ik stond hier al op jou te wachten. Ja, dan is het natuurlijk de etiketten binnen de wereld van de huurmoordenaar dat die ander zegt... Daar heb je groot gelijk in. Hier heb je mijn broodmes. Juist. En ga je gang. Ga je gang. Want en toen ben ik ook nog al losgegaan. Goed. Nou, ik wou zeggen vriendelijk, heel erg bedankt voor dit gesprek. Er is ons een hoop duidelijk geworden. En het lijkt ons een interessant bestaan. Het bestaan van de huurmoordenaar. Het is niet voor iedereen weggelegd. Nee, dat lijkt mij. Wachten. Want je moet tegen wachten kunnen. Ja. En goed kunnen wikken en wegen. Ja, maar mochten ze iemand dus een huurmoordenaar zoeken, is T. Merks. Bij deze. Maar we gaan hier natuurlijk geen reclame maken. Tenminste, reclame. Nee, reclame op Radio Bergijk, dat is een aparte afdeling. Wilt u mijn kaartje hebben? Ja, natuurlijk. Oké, goed. Ik zou zeggen daar. Nou. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio Bergijk. Uit tip. Komende zaterdag in Pasop. Een bling bling middag voor meiden van 10 tot en met 14 jaar.
Die middag worden sjaaltjes, ondergoed, hemdjes en truitjes versierd met bijvoorbeeld kraaltjes. Er zijn voor de middag een aantal truitjes geregeld. Maar iedereen kan natuurlijk ook eigen spullen meenemen. Ook kraaltjes en andere bling-bling spullen zijn van harte welkom. De dag duurt van 1 tot 4 uur. Entree is 50 cent. De bar is de hele dag open. Met heel veel drank. Wilt u eruit in Bergijk? Live in Bergijk. En dan kunt u nu luisteren naar de Radio Bergijk radioreportage. Een reportage van Radio Bergijk. Pardon, mag ik even langs? Dit is Peer van Eerste Radio Bergijk. Pardon, ja, mag ik even langs? Dit is Peer van Eerste Radio Bergijk. Goeiedag, dames en heren. Dit is Peer van Eerste met een van zijn regelmatig terugkerende radioreportages. Ik bevind mij in een meer dan bomvolle Aldi aan het Hof. Pardon, mag ik even langs? Ga dus weg! Ga er weg! Ik moet even langs! Oh, good wife. Goed. Dit is in een overvolle Aldi. Ik wurm mij eventjes langs het damesverband en de schappen met wc-papier en de muts aardappelen. Is het mudden? Muts. Nou ja, moet ik even opzoeken. En daar achterin bij de afdeling verswaren, daar bevindt zich een nieuwsfeit waar we u van Radio Bergijk niet van willen onthouden. Het is namelijk er is een medisch hoekje ontstaan, spontaan, naast de verse vleeswarenafdeling. En daar ben ik inmiddels aan gelopen. Pardon, mag je even langs? Peer van Eerste Radio Bergijk. Ja. Nou, ik ben er inmiddels aangekomen. En daar zit in iets wat besmeurde witte jas een man naast een soort brancard. En goeiedag. Goeiedag. Uw naam is? Dieudonné van der Borne. Dieudonné van der Borne? Ja. Ja, u heeft een noviteit in Bergijk, in de Aldi. Hoe noemt u zichzelf? Nou, ik ben dus, ik ben chiropractor. Chiropractor? Chiropractor. Chiropractor? Nee. Chiropractor. Een chiropractor? Ja, maar ze noemen mij dus, en in plaats van chiropractor noemen ze mij de tandarts van de rug. Ach, nou, dan zijn we misschien meteen waar we wezen moeten. Want... Of ze noemen mij ook wel de keelneus- en oorarts de rug. Ach. In plaats van chiropractor. Ja, want dat is natuurlijk een lastig woord. Ja. Je struikelt daarover. Ja. Goed, u bent, maar officieel heet u chiropractor. Nee, ja. Maar in de volksmond is dat of de tandarts van de rug, of de keelneus- en oorarts van de rug. Of de internist van de rug. Of de internist van de rug. Want de gynaecoloog. Ja, mag ik even? Wie stelt hier de vragen? Nee, dat was bij wijze van spreken. U zit steeds door mij heen. Ja, pardon, wilt u niet zo tegen mij aanduwen? Ik ben bezig met een reportage. Peer van Eersel, Radio Bergijk. Kijk, heel veel mensen hebben last in Bergijk van hun rug. Ja. Of doen alsof om daarmee in een fijne WO terecht te komen. Ja. En vooral lage, uitstralende rugpijn naar de benen toe. Staat eigenlijk hier op nummer 1 van de redenen om gaan zeuren om een uitkering. Ja. En nou worden al deze mensen naar u toegestuurd. Ja. Nou ja... Het is eigenlijk op basis van vrijwilligheid. Dus ik zit hier. En dan kunnen mensen dus... Als ze bijvoorbeeld een paar mudden aardappels kopen... Of is muts, het mudden? Weet ik niet. Het kan ook muts zijn, weet ik niet. Dat ze dan tegelijkertijd ook even bij de orthopeed van de rug langs kunnen komen. Ja, maar en dan gaat u met ze aan de gang? Ja. En dan helpt u ze van hun klachten af? Nou, ja. Behalve, er zijn een paar dingen die ik niet doe... Wacht even, buiten, of boven het bord van de Aldi, daar hangt Dieudonné van der Borne.
Chiropractor voor al uw kwalen. Ja, maar dat is... En daarom is het hier zo druk. Mensen staan hier op mijn rug te... Ja, wacht even. Niet zo duwen. Dit is Peer van de Eels van Radio Bergijk. Ik ben bezig met een reportage. U komt zo aan de beurt. Daarom is het hier zo druk. U helpt, zegt staat u... Staat u voor mij? Die mensen staan allemaal voor... Ja, wat denkt u dan? Dat wist ik niet. Ik zat hier heel rustig een boekje te lezen. Maar goed, mensen staan te dringen, want die willen door u geholpen worden. Want u zegt, ik help u van al uw kwalen af. Nou, dat is meer, de Aldi heeft dat gesuggereerd om te zeggen van al uw kwalen af. Omdat dat natuurlijk mensen naar binnen trekt. En die kopen dan tegelijkertijd natuurlijk, omdat ze toch binnen zijn. Ook een paar mudden, aardappelen of zoiets. Maar goed, wacht even. Het wordt steeds drukker hier, achter mij. Ik kan me zelf bijna niet meer verstaanbaar maken. Als mensen bij u op de brancard terechtkomen... Ja. Dan helpt u ze van al hun kwalen af. Nee. Want? U steekt even een sigaretje op. Ja, even een rokertje. Op een lekkere rokertje. Nee, wat ik dus... Dat is dus een beetje, zeg maar, misleidend. Wat ik niet doe, bijvoorbeeld, is... wat ik bijvoorbeeld niet doe... Zijn dingen als die ik niet doe, zijn bijvoorbeeld... Ja, u haalt nu een papiertje uit uw zak en u begint... Ja, want ik moet even kijken wat ik nou ook weer niet doe. Oh ja, daar heb ik het al, hier staan. Dat zijn de twee. Ik behandel dus niet tumoren, ontstekingen, infecties en reuma, dat doe ik niet. Nee, maar de meeste mensen... En hoofdpijn doe ik niet. Nee, maar wacht nou eens even. En als mensen griep hebben, dan doe ik ook niks. Nee, goed. Maar mensen komen hier... Of een nieraandoening. Nee, oké, prima. Of horrelvoeten. Ja, nee, dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik ook. Maar de mensen hier... Leverklachten. De mensen hier achter mij, die staan allemaal te dringen met lage rugpijn. Of uitstraling naar de benen. Ja, nou... En dan ga je toch bij uitstek naar een chiropractor. Een wat? Een chiropractor. De tandarts van de rug. De keel, neus en oorarts van de rug. Ja. Die helpt je van je lage rugpijn af, want hij is chiropractor. Nee, ik doe alleen de middenrug. En ik doe ook niet leveraandoeningen, hart- en vaatziekten. Nee, maar goed. Of rottend tandvlees. Nee, maar goed. U als chiropractor, daar ga je heen als je last hebt van je rug. Of broze botten. Ja, wacht even. Niet zo dringen. We weten maar, u komt allemaal zo aan de beurt. Niet dringen. Of flinke verkoudheden. Maar goed, even concreet. Tyfus, dat doe ik ook. Deze, de eerste mevrouw die Malaria, zo... Malaria, dat doe ik al helemaal niet. Nee, maar wacht even. Dieudonné van der Borne. Migraine, dat doe ik ook niet. Dieudonné van der Borne. Ja. De eerste mevrouw, zo direct, die op de brancard terechtkomt. Ja. En die heeft rugklachten. Oh. Wat gaat u daarmee doen? Ja, geen idee eigenlijk. Nee, maar... Want rugklachten doe ik niet. Maar waarom noemen ze u dan de tandarts van de rug? Ja, dat doe ik geen idee. Wat doet u hier? Ik zit hier toch een rokertje te roken. Ik doe verder heel veel, maar niet die dingen die ik net noemde. Maar waar... Zwakzinnigheid. Wacht even, ik begin een beetje genoeg van te krijgen. Oh. En wilt u nou eens ophouden met duwen? Ik word gek! Oprotten! Ik ben bezig met een reportage. Waar kunnen mensen dan wel achter in de Aldi, naast de verse vleeswaren, in het medischhoekje, bij Dieudonné van der Borne mee terecht? Welke klacht kunt u wel behandelen? Welke klacht? Als je bijvoorbeeld hier zo net onder de schouderbladen een flink jeuk hebt, dan kan ik wel even... Wil je even krabben? Ja. En dan noem je jezelf chiropractor? Chiropractor. En je schaamt je niet? Hè? Waarvoor? Voor het feit dat je al deze duizenden huisvrouwen met hoop in hun ogen de Aldi in hebt gelokt met een bord op de gevel, chiropractor voor al uw kwalen. Ja, maar hoop doe ik ook niet, hoor. Nou ja, ik zou zeggen, dit is een grof schandaal. Hier gaat u meer van horen. Oh. Dames, stil! Dames! U kunt allemaal weer naar buiten. U kunt niet geholpen worden door deze chiropractor. Nee, daar kan ik toch niks aan doen. Hé, niet bijslaan! Wat nou hier? Nee, niet bijslaan! Hé, dames! De boodschappen van het slechte nieuws wordt weer... Nee, Botbreuken doe ik ook niet. Dames, niet die naald hakken in mijn rug. Nee, dat doe ik ook niet. Help me! Hulp doe ik ook niet.
een week waarin je bezig bent met het ontwikkelen van je eigen creativiteit en met een kanker in de dunne dag. Stier. Deze week word je uitgedaagd om de fouten die ontstaan door toedoen van anderen te herstellen. Wat helaas niet meer te herstellen is, is die agressieve trombose in beide benen. Tweeling. Deze week heb je het idee dat je niets voor niets krijgt. Maandag en dinsdag is er een verhoogde kans op een herseninfarct. Kreeft. Je krijgt er deze week geen vat op wat er zich allemaal in je lichaam afspeelt. Aan het einde van de week hebben de vroege kreeften een verhoogde kans op een pijnlijke nierbekontsteking. Leeuw. Je kunt bergen verzetten deze week, leeuw. Eindelijk moeten we zeggen, je kon bergen verzetten. Want de meeste leeuwen worden deze getroffen door een lateraalsclerose die zorgt voor een verlamming boven de tweede wervel van onderen. Maagd. Jij houdt van orde en regelmaat, maagd. Maar deze week heb je een verhoogde kans op psychose en waanbeelden. Weegschaal. Je neemt vaker beslissingen op grond van je intuïtie, weegschaal. Dat wordt nu wat moeilijker deze week, want vanaf woensdag komen daar de clusterhoofdpijnen die het nemen van beslissingen nogal onmogelijk maken. Schorpioen. Wat een fijne week, schorpioen. Behalve dan die hersentumor op donderdag. Boogschutter. Deze week verloopt een beetje chaotisch, boogschutter, door een acute hoornvliesontsteking aan beide ogen, waardoor je de dingen niet meer helder ziet. Steenbok. Je wordt deze week voor de uitdaging gesteld om je problemen op te lossen, Steenbeek. Maar dat wordt je een beetje lastig gemaakt door de syfilis die ze in de hersenen heeft genesteld. Waterman. Jij beschikt over de vaardigheid dat je je snel aan nieuwe situaties kunt aanpassen. Dat kun je goed gebruiken, Waterman. Want de vroege Waterman ontwikkelt deze week een Parkinson en de late Watermannen een acute epilepsie. 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 In ieder geval acuut. En dan de vissen. Deze week reageer je voortdurend op de behoeften van de mensen in je omgeving, vissen. Daarom kun je moeilijk tijd voor jezelf vrijmaken met je jeugd, reuma en je artrose. Radio Bergijk. Live. Het is een beetje overdreven misschien, maar het lijkt allemaal in het kader van de gezondheid te zijn. Want we krijgen net nog weer een bericht binnen van de gemeente. Dat vatten we dan maar onder gezondheidsnieuws ook weer. Wat is namelijk het geval? De diabetische vrijwilliger die met steun van extreem rechts niet kan spellen, naar sneeuw zoekt en wil werken met kinderen. En leidt aan obesitas. Ja. En meer troepen wil versturen ergens toe. Plus, wat was het nou nog? Nou, nog iets. Die moeten vanaf nu echt. En plus dat die woekerleningen uitgeeft. Ja, of rare verklaringen vanuit. Nou ja, goed. Die diabetici dus. Die zijn vanaf nu verplicht. Verplicht dus, noteer dat, om een bewijs van goed fatsoen af te leggen. Ja, wat is dat? Dat is een papier, zo'n beetje A4. En dan schrijf je dan met een grote stift op. Bewijs van goed fatsoen. En dat kan je zelf maken? Ja, dan moet je alleen een andere iemand het laten ondertekenen. Dat mag iedereen zijn. Anders is het doorzichtig. Maar geen diabeticus. Nee. Oké, okay, en dan? Maar als je dat niet overlegt, dan? Dan mag je dus niet met steun van extreem rechts zonder te kunnen spellen naar sneeuw zoeken en werken met kinderen. Ach, maar zijn er dan zoveel van die mensen die willen werken met kinderen? Ja, weet ik dat. Heb je je zender uitstaan of niet? Ja, die zender die staat uit. Hey, god. Zal ik hem even aanzetten? Nee, ik hoorde het net ook al met die reportage van jou. Ik zet hem aan. Nee, jongens, ja, ik zet nee. De zender aan. Met die chiropractor, dat was ook al die zender. Nee. Ik krijg
Hij is stuk. Au! Hey, godverdomme, hij wil niet meer aan. Staat dat in het gemeentebericht ook, denk ik, dat je een jeuk van in je zak krijgt? Verdomme, mijn zender is stuk. Dames en heren, Radio Bergijk, zender is stuk. Radio Bergijk. Als u het volgende moeilijk hoort, de zender is stuk. Nou hoor ik geen.